We zijn hier vandaag op de Besterse Markt en wij van Lijst Snel Schoenmakers willen graag aan ouderen vragen hoe ze hun toekomst zien en wat ze verwachten in 2016. Mijn toekomst is goed. En 2016, ja, dan moeten we weer afwachten, hè, wat daar wordt. Nou, ik verwacht heel slecht. En waarom? Omgaan gewoon de loon. Elke jaar naar beneden en de productie van eten van de mensen gaan te duur, wordt te duur. Altijd hard gewerkt, dus ze gaan net het goed voor elkaar als ze het een beetje bij elkaar houden net. Hè? Ik denk dat we allemaal hetzelfde blijven. Er verandert niks. Ja, niet alleen voor beneden, van alles liefst tijd van ons. En ja. Minder kunnen kopen, minder bewegen, minder zwemmen, kunnen sporten niet aan. Niet genoeg geld genoeg. Hoe ziet u uw toekomst als oudere Tilburger? Nou, rooskleurig in, ja. Het gaat maar goed, dus daar wil ik dan meer verlangen. Hoe heet onze minister? Rutte, toen met de economievermindering, oudere mensen zonder bespaard blijven. Nou, helemaal niks, want die pakken ze ook van alle kanten, de ouderen. Ik heb zelf maar het minimum en alles gauw omhoog. Want eerst was de ziekenfonds 300 en centen, dat wordt volgend jaar al 400. Dus voor mij wordt het er niet beter op. Alle instellingen. Ja, maar duurder overal. Overal je komt, is alles duurder geworden. We moeten een nieuw gebied hebben. Had maatschappelijk werkster bericht gestuurd naar de gemeente. En ik heb een brief terug gehad dat ik niet meer in aanmerking kom. Dus dat zou voor u betekenen dat u geen nieuw gebied zou kunnen kopen? Ja, als het op aankomt wel, ja. We hebben nu een aantal mensen gesproken. En eigenlijk zijn de reacties die zijn verschillend. Er zijn een aantal mensen die het erg goed voor elkaar hebben. Dus daar maak ik me niet zo zorgen over. Maar er is ook een groot aantal mensen die het niet goed voor elkaar hebben. Die dus problemen hebben met de zorg, met de huishoudelijke hulp. Die het eigenlijk maar somber inzien. En daar maken wij ons zorgen over. En daar moeten we iets aan doen. Dit is Mariette Pals voor Lijst Snel Schoenmakers voor Tilburg Spreekt.